Philippine. Hey. Ja, vloggers. Vlogteam, vlogteam. Prank. Nog een keer. George is gesneuveld op zijn hemels in de beesten naar de fucking broodje. Zo'n dikke streep binnenkomen. Ik heb een hoesje en ik heb een stok gedaan. We waren wel een beetje heen van de jongens gesneuveld in de hemels in de beesten. Ik moet heel mooi kijken. Nee, dat kan natuurlijk ook, zeker. Maar wij hebben het bord. We staan daar vooraan mee eens. Het is niet alleen van de woorden, maar jezelf is het van de woorden. Je hebt het wel altijd. Ja, ja, I know. Ik heb net, ik heb een allemaal bij beleefd vanuit de computer. Oh, je bent nu nog even... Ja, daarom duurde het zo lang, man. Ik moest een super dode cycle bezig. En, zeg maar, er was één enkele dictie. Die verder volledig vleugd in het plek gereid. En die stuk is dat niet voor te lachen en te maken. Die zei van, ja, ik moet je wel waarschuwen. Want het is een woord, zijn er zo. Dat is een leuk uitje. En dit is niet meer. Lopen lekker vol. Hey, Sissy. Dankjewel, meneer. Het hoopt zich daar heel erg op. Daar is nog allemaal ruimte naar achteren en naar de zijkanten. Dus de vraag is of mensen een beetje meer die kant op willen. Want anders gaan mensen daar in de knel komen en dan kunnen ze niet bij het terrein op. En dat zou jammer zijn. Want er komen nog steeds heel veel mensen aan. Dus alsjeblieft naar achter. Want het programma wordt echt fantastisch. En wij zijn al helemaal geëmotioneerd dat jullie hier zijn. Dank jullie wel, tot zo. Noord. Dankjewel. Nog een leuke introductie. Hoe ver je kijkt, ik denk dat er al 10.000 mensen staan. Wat zinnig om te zien. Maar zinnig gaat dat jullie hier allemaal komen, dat je individuele loopslaan of dat je over de loopvraag is dat je bent op de woningmarkt goed krijgt. Maar wie zijn je eigenlijk? Wie is er woningzoekende? Kan je opsteken? Wie is er woningzoekende? Je bent niet alleen, hè? Er zijn 330.000 woningzoekenden in Nederland. Voor wie is de huur te hoog? Je bent niet alleen, hè? Voor 800.000 mensen in Nederland is de huur te hoog. Die besparen op tandpasta en pindakaas om de huur te kunnen betalen. Wie overweegt het te scheiden? Ja, dat zie ik. Mensen, er zijn 2500 scheidingen in Nederland per maand. En als je gaat scheiden, heb je een woning nodig. Dan loopt je er tegenaan dat de woningmarkt in Nederland verziekt en verziekt is. En hoe kan dat nou? Is dat een natuurwet? Nee, natuurlijk niet. Een verziekte woningmarkt is geen natuurwet. Een verziekte woningmarkt krijg je als je beleggen belangrijker vindt dan het grondrecht om te wonen. Een verziekte woningmarkt krijg je als je uit de sociale huur de verhuurderheffing van bijna 2 miljoen per jaar trekt. En een verziekte woningmarkt krijg je als je tijdelijke contracten toelaat. Als je mensen niet meer laat klagen over lekkende daken, als je ze geen gezinnen laat starten en als je ze als een soort stadsnormale van jaar naar jaar naar jaar door de stad laat trekken. En dat moet echt anders. Dat moet echt heel anders. Die problemen waarvoor je hand op strak, die problemen die heb je persoonlijk, maar alles bij elkaar is een collectief probleem. We hebben dat probleem met z'n allen. En dan komt er bij de politiek terecht. En dan moet de politiek die problemen oplossen. Maar wat doet de politiek? Niks! 6 maanden vergaderen of ze misschien een coalitie zullen maken. Veel en veel te langzaam. Wat is de baas in Nederland? De Tweede Kamer en jullie. Dus zet druk op de Tweede Kamer. De lijf kan smeren, maakt lawaai. Dan zeg je, leg die boekenhuren aan banden. Zorg dat mensen hun woning kunnen betalen. Schaf de verhuurderheffing af en investeer in betaalbare woningen voor jullie allemaal en iedereen in Nederland. Dank u wel. Dank u wel voor de fantastische speech. Hartstikke goed. Een hartelijk applaus voor onze medestrijder. Maar ik weet ook hier in mijn prachtige Amsterdam, in Amsterdam-Noord, zijn de mensen bang dat ze uit hun eigen buurt worden verjaagd. Omdat het sexy is geworden, omdat daar de investeerders naartoe trekken en de huren per se omhoog moeten. Maar hoe krankzinnig is het ook dat ik, met iemand die een koophuis heeft aangeschaft, in 10 jaar tijd de waarde van mijn woning bijna is verdubbeld. Dit systeem is ziek geworden. En ik zei het al, Melissa, Sander, Gwen en al die anderen en jullie. Weg ermee! Weg ermee! VVD! VVD! Ja, ja, want dat is het. Zij verkeren in een wooncrisis, maar ze staan niet alleen. Deze wooncrisis is een probleem van ons allemaal. De wooncrisis is een politieke crisis. De politieke crisis is een systeemcrisis, beste mensen. En daarom zijn losse maatregelen niet genoeg. Dit systeem dat mensen beloont om heel veel geld te verdienen, op het mogelijk, terwijl andere dakloosraken hun huur niet kunnen betalen, moet op de schop. Want wonen is een grondrecht. Wonen is een mensenrecht. En wij eisen die rechten op. Wonen is geen markt. Wonen is een recht. Wonen is geen markt. Wonen is een recht. Mens boven markt. Mens boven markt. Mens boven markt. Zwaar. Terwijl het in de kern een universeel mensenrecht is, is dit hoe we onze maatschappij willen inrichten. Een maatschappij waar de tweedeling steeds meer voelbaar en zichtbaar wordt in ons straatbeeld. Het huidige beleid stimuleert overduidelijk klassisme en racisme. Beide zijn abject en mogen geen plaats hebben in onze wijken, onze steden, in ons land en dus ook niet in ons beleid. Het huidige beleid is niet ziek. Leg mij uit hoe het vandaag de dag mogelijk is dat sociale huurwoningen worden opgekocht, opgeknapt en vervolgens voor een half miljoen verkocht. Leg mij uit hoe het mogelijk is dat oorspronkelijke bewoners door woningcorporaties uit hun wijk worden weggejaagd. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat grote internationale investeringsmaatschappijen Nederlands vastgoed verwerven en daar extreem veel geld aan verdienen? Het is absurd, het is afschuwelijk en een grote schande dat het huidige beleid het mogelijk maakt dat omstreden investeerders profiteren van ons bestaan en tegelijk inbreuk maken op onze mensenrechten. En daarom staan we vandaag hier. We staan vandaag hier om met z'n allen een vuist te maken en onze overheid ter verantwoording te roepen. Het huidige beleid doet pijn, is onmenselijk en verziekt. Wij staan hier vandaag met z'n allen om onmiddellijke verandering te eisen. En wij eisen het volgende. Nieuw en herzien woonbeleid. Beleid dat past binnen de sociale rechtsstaat die wij in dit land met z'n allen aan het opbouwen zijn. Beleid dat het onmogelijk maakt dat sociale huurwoningen door woningcorporaties opgekocht en doorgekocht. Beleid waarin het normaal is dat woningcorporaties zich wijden aan het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen, daarbij streng gecontroleerd door de overheid. Beleid waarbij mensen die al hun hele leven in hun wijk wonen, voorrang krijgen op de woningen die erbij gebouwd worden. Beleid dat ervoor zorgt dat woningcorporaties en ontwikkelaars jongeren de mogelijkheid bieden betaalbaar te wonen in de wijk waar ze zijn opgegroeid en geworteld. Beleid dat het sociaal wezen van... Trek op vooruit, dat is mijn borst, trek op vooruit, vooruit. Nu is het zwaar licht en stop politie helemaal vooruit.